Bij rechtstreekse televisieprogramma's fungeert het publiek als een soort live lachband. Een lach- en applausmeester weet precies wanneer er moet gelachen worden en geeft het publiek een vooraf afgesproken teken. Een van de beste Vlaamse lachmeesters is Rob van Oudenhoven. Rob, wat is jouw teken? Dat is een van de middelen om accenten te leggen in live programma's. Zo werkt dat dus. Maar er zijn nog manieren om mooie pointes te zetten. De lichaamstaal bijvoorbeeld, of iets eenvoudigs als een piano. Goedenavond, welkom. Bij Nieuwe Maandag, het programma dat als een ballon in een straalstroom door de ether raast. Wel bedankt voor het lachen. En Lorenzo Stales gaat naar Anderlecht. Hij geeft het tenminste toe, het is voor het geld. Hè? Hij geeft het toe. Ja. Maar was hij dan niet beter arbiter bij Anderlecht geworden? Voor het geld. Voor het geld. Op dit moment zitten Emile Goele en Rita van Nijgen in Tenerife. Tweepersoonskamer, jacuzzi, airconditioning. Rita en Emile, als jullie het doen, doe het dan safe. Hè? Prachtig werk, maar het is doodjammer dat in een rijk tv-landschap als Vlaanderen maar één man rondloopt die deze drie vaardigheden consequent weet toe te passen. Televisie zou heel wat aangenamer worden als iedereen dit systeem zou gebruiken. Dag, beste kijker. We beginnen vandaag met het weerbericht van vandaag. Dat van gisteren, dat zou een beetje belachelijk zijn. Nu, in elk geval, de zon scheen in de buurt van Antwerpen en Gent. We hebben ook een hele mooie foto van aan de kust gekregen van Bart Koudenijs. Bart Koudenijs, Bart Warmijs. Dat zou ook een beetje belachelijk zijn, hè. Warmijs, warme Friesco, nog nooit gezien. We krijgen vandaag zeker zon. Voilà. En wil er nog één bij? Is er? Is nog niet genoeg? Nee, hè? Hopla. Ik sta hier voor het Justitiepaleis te Brussel, waar zo net Andras Pandy werd binnengeleid voor ondervraging. Zoals u weet, weigert hij elke vorm van samenwerking met het Belgisch gerecht. Hij wil enkel zijn medewerking verlenen aan het Hongaars gerecht. Goulash. Goulash gerecht. Tot hiertoe heeft hij op nog geen enkele vraag antwoord gegeven. En dat levert hem slechte punten op. Maar daar zit hij geen been in. Nu, in elk geval, het wordt ook veel, veel kouder. Het zal zo hard vriezen dat onze oren eraf vriezen. Dus als je iets wilt zeggen, dan gaat u moeten roepen, want ik kan u niet verstaan, want mijn oren zijn eraf. Ja. En hier bij ons staat commissaris Van den Hoef. Commissaris, wat is er precies gebeurd? Een ernstig ongeluk in deze gevaarlijke bocht, maar de chauffeur heeft er een plezante draai aan gegeven. En wat is de balans? De balans. De balans. Hallo. Hij is weg. Hij is weg. Hij is weg. Nee, hij is weggebracht met de ambulance. Ambulance. Als we alles globaal bekijken, dan is het lang zo erg nog niet, want het was zijn wagen niet. En de jongen was 16 jaar, dus we hebben zijn rijbewijs niet moeten afpakken. Ik denk dat we hier wel kunnen afsluiten. Afsluiten. Heb jij de sleutels van de combi? Enfin, u merkt het zelf. En dan zullen we hopen dat iedereen kan genieten van deze zon. Jean-Pierre, jij niet, hè? Je zit in de bak. Er komen ook zeer lage wolken ons land binnengedreven. Dus we zullen waarschijnlijk zo naar huis moeten gaan. Morgen zal er wat aanvriezende mist zijn. Dus het zal wintertype C1, C2, C3 en C4 zijn. Godverdomme, we zijn ontslagen.